We moeten naar het centrum toe, want dan gaan we naar de Cubaanse ambassade om daar even toestemming te krijgen dat we Cuba in mogen. En we moeten daar voor 1 zijn, dus we hebben nog 2 uurtjes. Ja, nou, daar hebben we ons visum gehaald, even betaald en we mogen er nou in. Midden in Rotterdam, en de Doelen. Nou, we moeten nog even kijken wat we doen. We lopen even naar de haven, denk ik. En dan moeten we terug zien te komen. Ik heb tegen Ger gezegd dat ze er niet doorheen mag lopen. Nou, op bezoek in Rotterdam. Nou, moet dit er toch eventjes op staan. En nu we dit gezien hebben, gaan we richting de auto. Want dat zal ook wel 1 kilometer of 6 lopen zijn. Over 6 en we staan te wachten op de vliegtaxi. Ja, het busje is er. Oké. Okay. Welkom to the Netherlands. We zijn op Schiphol in ieder geval. Een beetje aan de late kant, dus het zit er niet in dat we nog koffie kunnen drinken. Het is een gekkenhuis op Schiphol. En we moeten nu onze boardingpas uitprint hier. Nou, het gaat allemaal een beetje. Het is ontzettend druk. Dus het gaat allemaal een beetje traag. Een bakje koffie zit er niet meer in, denk ik. Nou, ik kom net aan. Een beetje te laat. We zitten inmiddels in Parijs en hier moeten we een uurtje of 2 wachten. Dus maar even aan de koffie. We hebben alle Parijsgenoten herkend. Nou, we staan op het punt om te gaan boren.
gaat de bagage allemaal even opgehaald. Heel lang wachten bij de douane. We zijn hier buiten het vliegveld en worden opgehaald met een busje. Kijk, daar staan de fietsen. En ik ook fiets. Hoef je niet allemaal per se als clubje samen te fietsen. Je kunt gewoon lekker je eigen. Allereerst de ochtend in het hotel. Voor het ontbijt. We gaan om 8 uur gaan we weg. Dus 9 uur gaan we weg. Vrijheid, blijheid. En dat betekent eigenlijk van dat ik hier deze dat is geregeld. Maar verder is het redelijk aan jou om zelf in te vullen wat je wilt doen. Echt, we zitten in een fietsreis, dus er is gewoon elke dag een hartstikke mooi fietsprogramma. En dan Rio, dan gaan we deze kant op. Hier gaan we even een stukje met de bus. Dan gaan we hier naar Molassen, waar daar is de inval van de CIA geweest. Reden ook naar het overhoofd. En dan zitten we hier bij de richting Cienfuegos. Dat is de derde haven van Cuba. Heel mooi. En dan gaan we hier naar Trinidad. Dat staat ook op de wereldkaart. Lijkt een international. Is dat passable? Zo eindelijk dat. Voor de eerste keer aan het strand. Ik ben even een uurtje. Wat lopen man, ik moet vooral even naar wat. De fietsen staan klaar. We gaan uit de bus vandaan gehaald en dan gaan we straks op fietsen. Ja, dit is dus gewoon mijn particuliere rechtshuis. Ideaal, ja, echt. Dan moet je allemaal. Hier een fiets. Er moet hier en daar nog even wat gesleuteld worden. Hi, it's Peter. Of all of these three, you combine with the other ones that you know that it's an issue. If you are the small one, you are too fast. And for example, when you are after the hit, you better try before. The best one to go up. So the problem is there's less money now. Yes. We hebben hier even een fotostop. We hebben al 5 minuten gereden. En bij een ander inhammetje. Avondje. En we rijden van de ene stop naar de andere. Dat is op zich logisch. Maar er moet nu eventjes naar de katten gekeken worden. Thank you.
Bye. We zijn bij ons nieuwe hotel aangekomen. Ziet er mooi uit. Naar de winkel over gedaan. Nou, we zitten in een hartstikke leuk huisje. In een resort. En we gaan nu naar het zwembad toe. En het zijn allemaal verzoekhuisjes. Nou, kijk eens, een mooi zwembadje. Barretje erbij. Kom weer op de achtergrond. Ik ken ook zo uit van de overkant. Dat zijn weduwen. Nog het kleine zeehondje. Prona. We hebben een nice place. Development with tourism and reforestation. So the beginning in the 70s, that terrazzo was on a program because they have a lot of people they are putting in order to make gezegd, het is zondagochtend. Nou, we zijn weer ongeveer klaar mee. Hè. We zijn zo klaar. Het is 8:55, we zijn al 9:30. Dus we gaan zo. Today we are about 4 kilometers. Something is going to change. Well, I think you can this is start and a big deal. Be careful, that part. But later when we are continuing, well, exactly we are going to have 2 kilometers down. Okay, yeah. Viva! Hi! Ja, iedereen is boven. Ik zie wel prachtig. Ja, het, ik vind het echt een beetje op Sumatra lijken. Toch heel onverwachts een zijstraatje in en dan toch een restaurantje waar we gaan koffie drinken. Helemaal niet meer fietsen, denk ik. Koffie, de koffieboon zoals je groeit. Hier werd, de koffie gemalen.
En dan blijft de palm ook gewoon leefbaar. We zitten koud mee te... Ik wou het zeggen mee te koten. Koffie? Ja, maar dat gaat wel. Colletje. And what's underneath the cheese? That is this fruit cooked with sugar. It's a door. Chihuahua. Chihuahua. De meesten gaan met de bus mee, maar wij gaan fietsen terug. We zijn op de terugweg op dit moment. En er zitten een paar giftige stukjes ertussen. Het is lekker warm inmiddels. Het regende net, maar... Oké. Laatste topje. Ja, we klimmen de heuvel op naar het Mirador. En daar kun je, als het goed is, kun je daar, een soort valken kun je daar zien. Rond die top, rond vliegen. We eten vandaag weer bij mensen thuis. Een paar keer dat we het daar gaan doen. Dat is wel leuk. We willen allemaal een biertje bij eten. Nou, we zijn er eigenlijk weer klaar voor om te gaan fietsen. We gaan nu fietsen naar het volgende hotel toe. Dat is ongeveer een kleine 60 kilometer, denk ik. We zijn inmiddels 10 minuten op pad. En dit zie je hier ook nog, hè. Regelmatig ploegen. En dit zie je ook overal, hè, hier langs de kant van de weg. We rijden hier over de snelweg heen, maar dat is ook anderhalve auto die er passeert. En dit soort paardjes.
la televisión, pa' ver. Ya, ya, por la televisión. Ja, ja, ja. Wat heb je gehad, Gert? Ik heb een bloem gehad, maar een jongetje. Bij een school? Bij een school. We zijn weer bij een familie op bezoek. Fietsen moesten we hier even neerzetten, omdat we moesten een beetje uit zicht zijn, hè? Voor de kavement. Nou, varkentje ligt hier ook klaar. Oké. Nou, we zijn in de plaats waar we een hotel hebben. Nog even een kilometer rijden en zijn we er. We zitten in het hotel op dit moment. Dus ik denk dat we even de spullen moeten ophalen uit de bus vandaan. En dan gaan we naar onze kamer. Een welkomstdrankje wordt even klaargemaakt. Veel ijs. Ja, fooi gehad, maar ik heb nog niks gedaan met die fooiepot. Nee, wat, je schiet ook niet op. Schiet niet op zo, hè? Nee, nou, het wordt fooi aan iedereen te geven, maar dat ik gewoon namens de groep een fooi geef. Nou, we gaan op bezoek bij de bibliotheek van de school en we mogen even binnenkijken. Ja, kijk, we moeten ook even zijn fiets even laten zien. Helemaal klasse. Mooi hoor. Even een fietsje. Zie, from the Netherlands. All this from the Netherlands. A professional photographer. Ja, who visits. In Graft.
Nou, dat verwacht je toch niet, hè? Nee. Hier. In Limburg? Ja. Maasbracht. Maasbracht. Ja. De mensen lopen hier allemaal met taarten, maar die komen hier vandaan. Panaderia. We zitten hier in de plaats met de Vroenzaal. Er wordt hier schaak. Het was hier hangt lekker te drogen in het hotel. Het is hier perfect, het zit hier hartstikke lekker. Zoel windje. En we gaan zo weer naar het zwembad. Gisteren vergist, denk ik. Het is vandaag dinsdagochtend. De geleden was nog leuk. Ja. Nou, dat was het ook. Ja, nou, in het begin sloegen ze aan. Ja. Die wonen dichterbij van jullie. We zijn weer bijna klaar voor het vertrek. Er gaat nog even uitleg gegeven worden van wat we gaan rijden vandaag. Dus ik moet er even naartoe. Het is 9 kilometer to the next first stop of town, no? Daar is een tronca de herradura. Dat is another 10 kilometer to Consolación. Is the main major city here. The capital of the province. Hij blijft netjes staan voor de foto. Buenos días, señor. We hebben nog 1-2 minuten gefietst en we komen een riviertje even tegen wat even op de film moet. Aanstekers worden hier gevuld. En de mensen staan klaar met een aanstekertje. Een nieuw vuursteentje erin. Daar is weer helemaal klaar voor. Ja, dat is waarschijnlijk zo'n staatswinkeltje. Het wordt allemaal bijgehouden wat ze gekocht hebben.
Yo. Ja? 59. Hoeveel is 59? 59. Ja. Het klinkt als 25. 24. We zijn er. De fietsen gaan we hier naar binnen, de bus in. En nou, het zit er weer op voor vandaag. We zitten inmiddels in ons huisje. En we kijken hier uit over het zwembad. Het schijnt te kloppen. En dat betekent dat er een buffet is? We zijn weer uit de bus gestapt. Volgens mij staan we bovenop op een heuvel. En we gaan weer een stukje fietsen. Het zal wel makkelijk worden, denk ik. Want we gaan hier naar beneden en dan rijden we naar het strand toe. Ja, deze mag wel helemaal. Met de bus zijn we hier naar Vinales gegaan. Ja. Nog ietsje verder hier over die rode weg naar El Moncada. Mm-hmm. Staat daar ook op het bord. Ja. Acrobat, meneer. Hola! Aan het rusten, we zijn weer boven op een hellingje. Wat we hier hebben, dat weten we niet. Het pomphuis, denk ik. Een oud machinetje met wat. We hebben weer even een stop om wel even zo'n droge koek gekregen. Een bolletje. Ja, we staan hier bij een politiepost en ze doen een beetje moeilijk en Ger die probeert dat op deze manier even op te lossen. We zijn bij het strand. Ja, het is fantastisch natuurlijk, hè, dit. Ook het water in. En die sta ik op en dan denk ik, ik kom naar training. Oh ja. Dat is echt belangrijk. We moeten echt alle vier hebben. We nemen ook pas aan de armen. Ja, we zijn bij het strand. En de vuurtoren.
We worden uitgenodigd voor het eten. En we staan hier bij, bij de ingang van, dat, van de beach. En dat is je vriend? Ja. Ja, oké. Particulier. Dus nu moeten we een stuk het land door. Nou, hier is het kennelijk. Nou, daar staan de tafels klaar. Echt een beleving. Lekker granalen gegeten. Het is donderdagochtend, hè, denk ik. Ja. Donderdagochtend. Alfredo is alweer de fiets aan het klaarzetten voor straks. En de rest van de groep die zit daar nog wat te ontbijten. Het is een soort nationale herdenkingsdag vandaag. Er is een of andere strijder die met de vliegtuig is hier in de oceaan neergestort. En de dag erop dat gebeurd is, herdenken ze elk jaar. En dat doen ze dan door bloemen in het water hier te gooien. La cuerda puede poner en el piso y todo el mundo entonando las notas de nuestro himno nacional. De los propios sonidos, de clarín, escuchar el sonido a las almas valientes correr. Muy bien, ahora ustedes saben que los infundidos. Gracias por darme la oportunidad de ser más a esta dignísima causa. Justicia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad. Hay un cambio en la bandera. Cuando un pueblo negro y civil llora, la injusticia tiembla. Hey, toch weer het, hè? Een mooi punt hier. Ja, dit moet dan de tabakboer zijn, hè? Ja, ik estaba quería cambiar un puro por una marihuana, pero ninguno tiene marihuana. Tomatoes or different plants. Vamos a comenzar desde el principio. Okay, yes. Me dijeron que lo único que monta es bicicleta. Claro, yo no. La vena, mayor concentración de nicotina. Okay, this is one of the vein, the center vein. El capote, la segunda hoja. Dus binnenin doet hij de nerven en dan vervolgens worden de bladeren omheen gedraaid. En zo draai je een sigaar. Dus even op een hele grove manier natuurlijk. La capa.
En dan pak je een mooi blad voor de buitenkant. Dan gaan we voor Lefrina hoor. Dan pakt hij een mes om even de buitenste rand eraf te snijden. Heel snel. You can see the only thing that is missing is the molder, the pressure molder. Ja, dus het enige wat nu nog ontbreekt is hij is geperst in zo'n pers. Ja. Yes, it's, nou, zo snel. We hebben hier even koffie gedronken en de dame zit hier even uit te buiken. En Indonesië kennen ze, dan heeft het aangeboden. Kindjes? Jullie zijn heel leuk. We gaan een grot bezoeken en dat moet voor betaald worden. Dus we moeten even afrekenen. Coronala de flores, que es cosa mía. Despacito. Ese lunar lindo vienen bajando. Cardioquitos negros, siento lindo de fondo vienen bajando. Cardioquitos negros. Ik denk dat we hier bij de bootjes zitten en dat we dan gaan varen. Nee, daar staat hij weer buiten. Ja, dit hebben ze gewoon nagebouwd. Ja. Ja. Dit is hetzelfde pleintje waar we gisteren ook waren, maar we hadden vanmorgen natuurlijk al die festiviteit. En ik denk dat dit dat er ook mee te maken heeft. Bezig met de wandeling met de gids. Bijzonder is dat je hier een paar tabakschuren hebt staan. Daar heb je er eentje. En daar in de verte is er nog eentje. En daar wordt tabak er wordt erin gedroogd. We hebben er net eentje gezien waar we in zijn geweest. Hè? Laat iets zien, hij haalt het velletje eraf en dan is de boon. Dit is de koffieboon. Ja, después lo ponen al fuego, 45. Eso lo cogen para hacer car, para linderos. Ah ja, deze plant wordt ook gebruikt als heg eigenlijk, om beestjes aan de kant te houden. Pero la frutica, la puedes comer, aunque no tengas parásito, la puedes comer. Ah, que es muy rica. A los ciclones, los campesinos se meten ahí. Ah, es el bunker, de veiligheidsbunker. Lo tiene a 2 metros por ahí por abajo, y unos clavos así. Ja, laat gewoon even zien hoe snel die reageren, hoe snel ze happen eigenlijk. Siete muerte y tú lo hagas. Overnachten en koken en dat soort dingen. Toen was er dus een clubje geweest en die hadden om een of andere reden die beelden. Dat was in Zaandam ook, hè? Zaans kwartiertje noem ik het. Ja. Una cabeza o el control. No, no pusieron ese nombre. Oh, dus okay, es un tío, wel. Ya. Yeah. Ni su estilo, más como más swinger, así. No, es un tío. 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 No, es un tío
We gaan hier de grot weer uit. Jos, ik leg even mijn hand op jouw schouder. En dan moeten we hier een trapje even naar beneden toe. Allemaal koeienpoepen, geitenpoepen. Oh, ik kan wel een andere pakken. Hij is rijp. Voilà. Met staan. Nou, de mensen hebben een paar t-shirtjes gehad. We zitten hier aan de varkensbaai. En we hebben weer even gelegenheid om te zwemmen en te snorkelen. Het is lekker water. Ja, heerlijk. Er wordt hier en daar weer een beetje gesmeerd. We zijn weer klaar voor het eten. Voor de lunch. Ik heb een nieuwe baan. Ja. Ga je dat? Ja. We zitten hier 25 meter uit de kust vandaan. Dan heb je hier een meertje. En dat is toch een hele of een behoorlijk diepe trog. En daar kun je dan ook in duiken. En daar zitten behoorlijk wat vissen. Ja, dit is ons huisje voor vandaag. We zitten hier bij ons appartementencomplex aan de Varkensbaai.
eso de que por aquí, porque no coge por la izquierda y vete derecho y todo eso. Sí, sí, sí. We zien hier hartstikke lekker. Het is nu rond een minuutje of zes. Biertje erbij. Nou, we zijn in het eten, dus we hebben weer van alle kanten belangstelling. Ja, ja. Ik heb twee beelden van Gerda te zien. Zaterdagochtend, 8 uur. En tijd voor het ontbijten. Nou, komt u maar langs hoor, meneer. Je gaat kijken hoe ik een kopje Cubaanse kwaliteit. En we gaan weer. We gaan vandaag naar het museum. We gaan weer een stukje fietsen. En we gaan weer naar het volgende hotel toe. Nou, we zijn hier bij het museum van die varkensbaai. Ger, hoe spreek je deze plaats een beetje knap uit? Cienfuegos. Cienfuegos. Nou, we gaan hier voorlopig even een beetje rondstrijden. Geld halen. Ja. Hier is in ieder geval een havenplaats ook uit de haven. We staan hier voor de bank te wachten. We wisselen, het is zaterdag, dus dit is de enige bank die open is. Hier staat. Weet je wat een barrel hombre? En die jij nou weer gekocht, dat is een. Dat is een leeg. Ah ja. Dit is een voorraad. Ja. En je weet dat dat. We zitten hier aan de haven. Niet erg druk. Nou, we kijken hier op het haventje en er oude visserschepen. Ziet er niet al op de horizon uit. Spul. Mannetje vroeg net aan mij ook al een aansteker. Fietsen zijn er weer uit, sturen worden weer even rechtgezet. Daar gaan we weer. De anderen zijn naar de dolfijnenshow. En wij gaan fietsen. Oké, we gaan. We hebben een stukje geklommen en we staan hier op een punt waar we over de omgeving even kunnen zien. We moesten bij een indiaan, moesten we rechtsaf, dus het zal dus hier wel zijn, neem ik aan. Kan niet missen, dit moet hem zijn, hè? Dit is hem. Ja. Rechtsaf. Ja. We zijn er weer. Bij onze overnachtingsplek. Ja, een prachtige locatie weer. Nou, dat zijn onze huisjes hier. Waar we zitten. Het is vandaag, de wintertijd is vandaag ingegaan. We gaan nou even naar het zwembad. En daar het zwembad. Ik denk dat we nog net boven de horizon.
Ik heb 3-4 foto's gemaakt en dan kun je het wel eens zo, dubbele salto's, proef, klaarflip. Hé, hey, jongens. Nou, de grasmachine die ik al een tijdje heb gezien, alleen dit is een hele luxe hoor. Hij heeft even een vastlopertje. Het is zondagochtend en we gaan even een wandelingetje maken. Zit een grot? Ja. Ja, moet je daar doorheen? Ja, weet ik veel, de tunnel. We hebben geen lampje meegenomen eigenlijk. Hmm. Nou, hier gaan we erheen. Leuk. Dan ga ik ook naar beneden. Leuk dit. Ja, heel mooi. Het is weer even tijd om, we hebben weer gefietst eigenlijk, dat heb ik allemaal niet gefilmd. Het is weer even weer tijd voor wat te drinken. Gisteren moesten we af bij een Indiaan en nu bij een dansend stelletje. En, ik denk dat we vlak bij de overnachtingsplek zijn. Nou, we hebben weer een mooi huisje. We zijn een biertje aan het drinken voor het terras, alleen Gerrit is een beetje moeilijk te zien. Je zit net achter die balk, wel een mooi huisje. Ja, maar ik ben helemaal verbrand. Maar... Ja. Ieder huisje heeft zijn eigen hond.